Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Hoefwijzer. Vandaag ga ik jullie tips geven over hoe je nou je ouders kan overhalen om een eigen paard aan te schaffen. Deze video was echt ontzettend vaak aangevraagd en mijn tips zijn ook best wel handig, dus ja, blijf zeker kijken! Laten we beginnen met tip 1. En tip 1 is eigenlijk nog niet echt een tip over je ouders, maar meer over jezelf. Mijn tip is dat je eventjes bij jezelf moet nagaan of het eigenlijk wel verstandig is om een eigen paard te kopen. En of jij daar eigenlijk al wel klaar voor bent. Heb jij bijvoorbeeld wel genoeg tijd en kan je zelf een paard betalen? Want paarden zijn echt heel duur. Of ga even na of je ouders eigenlijk wel openstaan om daarmee mee te betalen. Hebben zij wel genoeg geld voor een eigen paard? Weet je wel genoeg over paarden? Kan je bijvoorbeeld ziektes herkennen? Of kan je zien wanneer je zadel niet meer goed ligt? En hoe paarden onderhouden moeten worden? Hoeveel eten hebben ze nodig en wanneer leg je een deken op en wanneer niet? En heb je verder al genoeg ervaring met paarden? Kan je zelf helemaal voor een paard zorgen? Zelf opzadelen, zelf opstappen, zelf rijden, gewoon zelf poetsen, zelf ja, eigenlijk bijna alles doen. Denk over deze punten heel goed na en blijf realistisch. Tip 2 gaat over dat je eigenlijk je ouders laat zien dat je heel serieus bent over de aanschaf van een paard. Ga bijvoorbeeld niet zeuren. Mam, mag ik nou een paard? Oh pap, we kunnen toch wel een paard betalen? Kom op, niet zo flauw. Nee, dit kan je het beste niet doen. Het komt namelijk niet heel serieus over en je ouders zullen er alleen maar gek van worden. En ja, er zijn mensen die door middel van heel veel zeuren... ja, hun ouders zo gek hebben gekregen om toch voor een paard te gaan. Maar mijn tip is om dat toch niet te doen en gewoon heel serieus te zijn over het onderwerp een paard aanschaffen. Dus probeer niet te zeuren, maar probeer vooral veel over het onderwerp te praten. Niet zeuren, maar praten. En maak eventueel gewoon een afspraak met je ouders om bijvoorbeeld om 3 uur eventjes aan tafel te gaan zitten en samen het te hebben over de aankoop van een paard. En ja, wees vooral heel serieus daarin en een beetje volwassen. Mijn derde tip gaat over dat je een lijstje maakt over ja, alle kosten omtrent een paard. Denk bijvoorbeeld aan de stalling, aan de hoefsmid, aan eventueel de verzekering. Ja, wil je dat doen of niet? Dat ligt helemaal aan jou. Daar kan je ook alvast over nadenken. Verdere spulletjes, de tandarts, ontworming. Allemaal dat soort terugkomende kosten. Ik heb ook een video gemaakt over hoeveel een paard gemiddeld kost. Ik raad je aan om die te kijken. Komt dan ook bij het i'tje. Maar wat ik je ook aanraad is gewoon eventjes via internet heel veel research te doen. Dus gewoon te kijken hoeveel de stalling bij jou in de omgeving kost en hoeveel de hoefsmid bij jou in de omgeving kost. Want ja, per omgeving kan het ontzettend veel verschillen. Dus maak zeker even een lijstje met gewoon alle kosten voor jezelf, maar ook zeker voor je ouders. Dan weten zij waar ze aan toe zijn als zij het moeten betalen, maar ook waar jij aan toe bent als je het zelf gaat betalen. Daarnaast laat je ouders ook zien dat je gewoon heel bewust bent over de kosten van een paard en ja, een beetje de minder leuke kant van het hebben van een paard. En daarmee scoor je ook meteen puntjes om serieus over te komen. Tip 4 gaat over dat je ouders bewijst dat jij de zorg van een eigen paard aan kan. En hoe je dat nou het beste kan doen is door een verzorgpony te zoeken of een paard te leasen voor een tijdje. Ik moet wel zeggen, het is niet helemaal hetzelfde als een eigen paard. Maar het is al wel een stap dichter bij een eigen paard dan bijvoorbeeld een manegepony. Voor een verzorgpony of leasepaard moet jij zelf veel meer zorgen en moet je misschien ook vaker verzorgen. Maar dan kan je dus ook gewoon aan je ouders laten zien dat jij die zorg van een eigen paard aan kan. Tip 5, en ik hoop dat ik het nog een beetje goed heb geteld, gaat er eigenlijk over dat je zo vaak bij de manege of stal bij jou in de buurt langs gaat. En waarom is dit nou een van mijn tips? Zo kan je sowieso ervaring opdoen en zien jouw ouders ook dat jij bereid bent om meer te leren over paarden. Maar niet alleen kan je heel veel ervaring opdoen, maar je kan ook aan je ouders bewijzen dat jij gewoon tijd genoeg hebt om een eigen paard te hebben. Dit geldt ook een beetje voor mijn vorige tip met een verzorgpony en leasepaard. Maar daarbij kan het zijn dat je niet elke dag voor een verzorgpony of leasepaard kan zorgen. En je kan ze ook laten zien dat met welk weer dan ook je altijd naar stal toe gaat en altijd bereid bent om daar te helpen. Ondanks dat het min 5 graden is of 30 graden. Ja, dat kan ook gebeuren als je een eigen paard hebt. Dat je toch naar stal moet gaan. Ondanks dat er een heel pak sneeuw ligt. Tip 6 gaat over dat je ouders zo vaak mogelijk of gewoon af en toe meeneemt naar de manege. Dit kan heel erg werken bij ouders die niet zoveel met paarden hebben of die ja, zelfs bang zijn voor paarden. Maar dit werkt ook zeker met ouders die vroeger vooral veel met paarden hebben gehad. Met dat soort ouders kan je ze ja, een beetje proberen weer verliefd te worden op de paardensport en de paarden. En misschien krijgen ze daardoor weer de kriebels om ja, misschien zelf paard te rijden of toch... ja, de kriebels om een eigen paard te kopen. En dat wil je natuurlijk. Maar ja,
Je kan natuurlijk ook weer ouders hebben die dus niet zoveel met paarden hebben of zelfs bang zijn voor paarden. Dan is het ook zeker goed om ze zo vaak mogelijk mee naar stal of de manege te nemen. Want zo kan je laten zien dat paarden eigenlijk hele lieve dieren zijn. En kan je ook meteen laten zien hoeveel jij van paarden weet en hoe goed je met paarden om kan gaan. Tip 7 gaat over dat je je ouders laat zien dat je heel veel over hebt voor een eigen paard. Zoals ik in mijn tips al noemde, kan je bijvoorbeeld een verzorgpony zoeken, een paard gaan leasen, heel vaak helpen bij jou op stal. En je kan ook, die heb ik nog niet genoemd, een baantje gaan zoeken. Of als je wat jonger bent, heel veel helpen in huis en daar een klein zakcentje voor vragen. Of je vraagt niks, dat zou ook wel kunnen werken. Dan laat je gewoon zien dat je uit jezelf de afwas gaat doen, omdat je... hun heel graag wilt helpen, want je wilt zo graag een eigen paard en zij kunnen jou daarmee helpen. En dan help jij met hun huishouden en zo. Is toch een goede deal? Ik vind van wel, ja. Wat ik zelf heb gedaan om mijn ouders over te halen voor een eigen paard, is dat ik een video heb gemaakt over 25 voordelen aan een eigen paard. En de meeste van jullie zouden nu graag die video willen zien en ik zelf ook. Maar helaas heb ik hem een paar jaar geleden verwijderd. En mijn computer crashte heel kort daarna. Echt zo stom. Ik had hem zelf graag ook weer terug willen zien. Maar ja. En het is trouwens niet gelogen. Ik baalde ook echt van dat ik die video niet meer heb. Dit zou eigenlijk ook een aparte tip moeten worden. Want mijn ouders zijn hierdoor echt overgehaald. Ja, dat zeiden ze in ieder geval. Ik weet niet of het ook echt zo was. Dit zijn mijn tips om je ouders over te halen om een eigen paard te kopen. Maar wat eigenlijk de beste tip is... Niet de tip van maak een video met 25 voordelen aan een eigen paard. Maar de beste tip is toch wel tip 1. En dat is blijf realistisch. Kijk eerst naar jezelf van kan je een eigen paard... wel aan. Want stel je rijdt nog maar een paar jaar op een manege of misschien zelfs pas een jaar, dan denk ik van misschien is het toch verstandiger om eerst wat meer ervaring op te doen en misschien eerst een verzorgpony te zoeken om daar weer heel veel van te leren. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad en jullie hebben misschien al gezien, ik heb de 40.000 abonnees gehaald. Ik kan bijna niet geloven eigenlijk. Ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken en als je nog niet hebt geabonneerd, dan doe het gauw, want binnenkort ga ik een winactie doen en als je abonneert, blijf je automatisch op de hoogte van de winactie, maar ook andere leuke video's die ik upload. Ik kan jullie trouwens al wel wat verklappen over de winactie. En dat is dat ik halsters weg ga geven en dekjes. En meer ga ik niks zeggen, maar dat lijken me toch wel hele leuke dingen om weg te geven. Dus ik hoop dat jullie daar mee gaan doen en binnenkort komt daar een video over. Dan het allerlaatste wat ik jullie wil vertellen is dat ik nu ook merchandise heb. Ik draag er nu toevallig één. Ik heb nou polo's. Kijk! Mijn eigen polootje. En hier heb ik ook video's over gemaakt. En op mijn Instagram zie je er allemaal foto's over. En je kan ze kopen door naar www.hoefwijzer.nl te gaan. En dan kun je voor zo'n mooie roze polo gaan. Maar ik heb ook een lichtblauwe en donkerblauwe. En ze zullen uiteraard ook te koop zijn op Horse Event. Maar dan kan ik helaas niet garanderen dat ik jouw kleur en maat heb. En via de webshop... kan ik dat wel meer beter garanderen. Dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En vergeet zeker ook niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Doei doei!